hartelijk welkom op deze speciale dag voor u. Want elk jaar op 15 december is het naturalisatiedag in heel Nederland. Vroeger werd het naturalisatiebesluit per post naar u toegestuurd. En om de naturalisatie een wat feestelijker tintje te geven, hebben we vanaf 2006 besloten om een naturalisatiedag zoals vanochtend voor u te organiseren. En het valt ook samen met de zogenaamde Koninkrijksdag. Ik lees de verklaring van verbondenheid één keer voor. Luister goed. Ik zweer of verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer. En ik zweer of beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt, getrouw te vervullen. Ik stel trouwens voor dat u allemaal even opstaat. Dan loop ik langs en dan zegt u verklaar of beloof ik. Of ook kunt u de eed doen en dan is het zo waarlijk helpen bij God Almachtig. Vandaag is de dag dat u Nederlander wordt. En het aannemen van een nieuwe nationaliteit is wel even iets om bij stil te staan. En iedereen, ook u, heeft daar zijn eigen motieven voor. En u heeft de stap gezet. Want zodra u zo direct het mooie formulier geeft, bent u ook Nederlander. Wij hopen ook dat u zich thuis gaat voelen in ons land. Het Nederlanderschap geeft u recht om hier te wonen, te werken en te leven en uw kinderen op te laten groeien. Zorg dat u onderdeel wordt van onze samenleving. Schroom ook niet om hulp te vragen. Als u denkt, ik weet niet zo goed wat ik moet doen, vraag het aan iemand. Dames en heren, u heeft allemaal uw Nederlanderschap van mij ontvangen. Maak er iets moois van. En u bent erg blij hiermee? Ja, ik ben heel blij. Ik ben 7 jaar in Nederland. Ik kom uit Marokko. Ik ben hier bijna 6 jaar. Ik kom 2016. Ik begon aanburgerenexamen 2017.